Drijf, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 28. Het is van maandag 8 juli tot en met zondag 14 juli. Dus dan de kaart schudt om te kijken wat week 28 voor de kreeft gaat brengen. Dan lijkt het kreeft alsof deze week een week is waarbij je het gevoel hebt dat je echt staat waar je staat. Dat je je voelt dat je een stuk zekerheid heb opgebouwd en je voelt je daarbij best wel prettig. Wel kan het zijn dat je nog even heel kritisch gaat kijken of dat je het niet bij moet schaven of dat je nog net niet iets anders moet gaan doen. Maar het lijkt, kreeft, alsof je hier echt heel erg tevreden mee mag zijn en dat het je ook weer nieuwe kansen gaat geven. Dus dat kritische wat je deze week misschien een beetje hebt om te kijken van of er niks geschaafd moet worden, lijkt een voorbode te zijn dat er nog iets nieuws mag gaan komen, maar wat zeker verder gebouwd wordt op de situatie die je voor jezelf al neer hebt gezet. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.